Goedendag, hier weer het Video Weekbericht. De dollar heeft een sterke beweging laten zien de afgelopen week. En dat is natuurlijk door de Italiaanse toestanden uh, te veroorzaken. Maar wat u ook ziet hier, is dat het ook komt door de, de posities erg waren doorgeschoven uh, ten gunste van de euro en ten laste van de dollar. Iedereen zat long euro, short dollar. En dat is echt vanaf het begin van de man. Maar vooral van de afgelopen tijd heel erg sterk gedraaid. En dan ziet u dat er echt de move in de ja, euro-dollar verhouding is gekomen. Oftewel, de dollar is daardoor sterker geworden. Dus het is niet alleen Italië: Thalië. Italië was de trigger. En dit is ook een grote veroorzaker. Die posities zijn echt weer de hele andere kant op. U ziet dat er ook nog wat ruimte naar boven is. Of dat allemaal daadwerkelijk in de tolle euroverhouding komt, dat moeten we nog maar zien. Uh, voorlopig ziet u hier heel duidelijk dat dit een, een hele belangrijke drijvende kracht is. De andere grafiek die ik tegenkwam bij Mongen Stanley was erg interessant. Uh, dat was dat voor het eerst in de afgelopen 30 jaar de Amerikaanse rente de hoogste was in alle ontwikkelde landen. Nou, door de hele Italië-crisis. Is daar voor drie dagen verandering in gekomen. Maar vrijdag op het slot was opnieuw de Verenigde Staten. weer de hoogste rente. En zat Italië er weer net onder. En geldt dit plaatje dus nog steeds op. Ja, en dan natuurlijk over Italië. Als we gaan kijken over de afgelopen tien dagen. dan zien we dat die rente van 0. Procent, letterlijk 0% naar 2,5% is gegaan. Dus 250 basispunten in 10 dagen. Dat is een hele extreme beweging. En ook als je op dagbaars kijkt, dan ziet u deze grafiek. Uh, een enorme stijging uh, uh, van die tweejarige staatsrente in Italië. De paniek is daar echt uitgebroken. Hier ziet u de dagelijkse bewegingen. Het eerste rondje ziet u heel duidelijk wat de situatie zeg maar normaal was tussen aanhalingstekens voordat de euro daar werd ingetroduceerd. Daarna ziet u twee pieken, één met de kredietcrisis, een tweede natuurlijk met vooral de eurocrisis waarbij met name Italië ook een mikpunt was. Hele heftige beweging, maar deze beweging zoals u nu ziet, ja, dan gaat men nog toch nadenken over wat doet uh, Italië nog in de euro. Uh, en hoe gaat het met de euro aflopen? En mijn vraag, hoe gaat het met Italië aflopen? En hoe betrouwbaar is Italië nog als debiteur? Dat heeft deze enorme rentespike te danken. Die is dus ongekend als we dat in het verleden gaan zien. Dan een blikje naar de komende week. Uh, er is niet zoveel op de agenda, maar wat wel belangrijk is, is om naar de Duitse orders te, te kijken. Uh, hier ziet u de rode lijn: de orders uit de eurozone. Uh, en andere de, de lokale orders, dus vanuit Duitsland en de orders vanuit buiten de eurozone. En u ziet dat daar wel duidelijk een terugval uh, in te zien is. Um, en daarom zijn deze cijfers zo interessant. We hebben eigenlijk heel veel slechte cijfers gehad al dit jaar. En we hopen dat deze cijfers eindelijk een turnaround zullen laten zien. Maar dat zullen we volgende week moeten afwachten. Voor de rest ziet u het laatste raceje met cijfers. Bols komt met name veel roadshows, omdat alle cijfers al achter de rug zijn. En de economische groei van de eurozone uh, op donderdag uh, is ook nog wel erg interessant. Dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken. Veel succes.